Bij kunstpodium het Oude Raadhuis in Beekenhout is de expositie Organische Vormen te zien van kunstenares Anita Rooijakkers. Anita Rooijakkers, ja. En u komt uit? Stiphout. En ik maak abstract expressionistische kunst in allerlei vormen, op vazen, op papier en op canvas of op linnen. En ik haal mijn inspiratie uit de tuin en uit de natuur. Ja, dan komt eigenlijk dit allemaal vandaan. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Met welke materialen werkt u? Ik werk met acryl, olieverf en inkt. Mm-hmm. Softpastel, oliepastel. Eigenlijk, heel veel materialen. Ja. Mooi. Dank je. Dit is een zelfportret van olieverf. En dat is geen normale zelfportret, het is een zelfportret van de mentale ruimte. En dat wil zeggen, dat is een ruimte waarin je je prettig voelt. En dat zijn voor mij de bossen en de natuur. En de kleuren geven aan waar het figuur zit. En de rest zijn de bloemen en de andere dingen van de natuur. Ja, ik zie hier ook verschillende mooie vazen staan. Ja, dat zijn met de hand gemaakte vazen in een bepaalde abstracte vorm. Niet helemaal recht of glad. En dat is een mix media, verschillende materialen. En dan uiteindelijk wordt dat beschilderd met olieverf of acryl. Mooi. Allemaal gebaseerd op de natuur. Ja. In deze vitrine zie ik ook schetsboekjes. Ja. Die stalk hier is ook heel mooi, hè? Ja, inderdaad. Dankjewel. Ja. Dat is dat zijn vlinders. En vlinders zijn voor mij ook vrijheid. En fladderen. En dat is ook heel belangrijk. Ja. Ik ben echt een natuurmens, hè? Ja, zeker. Haal het allemaal uit de natuur. Ja. Ja. Zij werken op papier. Ja. Dat is ook acryl. En ja, dan kun je zelf dan nog eventueel inlijsten of wat je erop mee wil. Ja. Hoe lang doet u dit al? Al heel erg lang. Eigenlijk al meer dan 30 jaar. Maar ik heb nu ook 10 jaar academie gedaan in Arendonk. En daar ben ik sinds 1,5 jaar of 2 jaar vanaf. En nu ben ik lekker thuis aan de gang. Ja. Op mijn eigen manier. In de natuur? Ontwikkelen. Ja. En in de tuin? En in de tuin experimenteren. Ja. Precies dat. Ja, vormen een harmonieus geheel.